Tilburg start binnenkort de campagne Laat me niet alleen. De actie is erop gericht om mensen beter op te laten letten waar ze hun telefoon laten liggen. Aanleiding voor de campagne in Tilburg is omdat ook hier het aantal gestolen smartphones vooral in het uitgaansgebied toeneemt. Nou, elk weekend worden er gemiddeld 10 smartphones weggehaald. Weggenomen, gestolen. In het uitgaanscircuit? Ja, heel veel in het uitgaanscircuit, maar ook op terrassen. De campagne Laat me niet alleen is erop gericht om jongeren die op stap zijn in de horeca van Tilburg ervan patent te maken dat ze beter op hun smartphone moeten letten om op die manier de diefstal daarvan te voorkomen. Want dat is een langlopend probleem in de Tilburgse horeca en daar willen we jongeren op patent maken. Nou, dat komt als ik ook camerabeelden terugkijk nadat ze aangifte doen, dat mensen heel opzichtig met die smartphones lopen. Het is nog net niet dat ze hem afgeven van hier heb je hem, maar ze lopen ermee te zwaaien en ja, het is ook je leven eigenlijk, hè, bij heel veel jeugd. Heel het sociaal netwerk zit erin, alles zit erin, dus ze hebben hem heel veel in hun hand. En als ze dan nonchalant worden en onvoorzichtig met die dingen omgaan door ze te laten liggen op een bar of op een tafeltje, even dreigen omdraaien of weg, ja, dan heb je kans dat die al weggenomen is door een ander. De campagne richt zich op een multimediaal, zowel op Facebook, Twitter, maar ook loopt er fysiek een smartphone door het centrum die jongeren erop attent maakt dat het telefoontje vervangbaar is, maar de herinneringen die ze erop hebben staan, dat die niet vervangbaar zijn. Ja, en natuurlijk zou het ook kunnen zijn dat op die manier je gegevens uitlekken. Heb je daar ook rekening mee gehouden? Het gaat met name over de diefstal van de smartphone. Als trots weten we dat het een van de meest voorkomende vergrijpen is tijdens het stappen in het centrum. Daar wil trots Tilburg iets aan doen. En daarom hebben we de burgemeester voorgesteld dit te doen. En daarbij komt natuurlijk ook dat de informatie die op de smartphone staat, die moet beschermen. En daarom wordt in de campagne ook aandacht besteed aan hoe je die kunt vergrendelen zodra je toestel gestolen is.